Welkom bij Boerenbusiness TV. Vandaag hebben we in de studio Lubbert van Delle, uh, directeur van Akkon AVM en bestuurslid van het Mestdagfonds. Wij gaan het hebben over het rapport dat het Mestdagfonds vanmorgen heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. En uh, ook lichten we nog even uh, toe de uitspraak van de rechter. Uh, vorige week over uh, de fosfaatreductieregeling en het jongvegetal en de alternatieven uh, die daarvoor worden gezocht. Lubbert, welkom. Dank je. Um, allereerst even te beginnen bij, uh, bij het eerste. Uh, de actualiteit van vanmorgen. Uh, je hebt een, uh, de analyse hebben jullie over de normstelling van de waterkwaliteit aangeboden aan de Tweede Kamer. Uh, kun je even kort samenvatten wat de kern is van die analyse? Als je kijkt naar de kern. En dan, uh, dan neem ik nog even wat meer afstand. Dan, dan zitten we hier eigenlijk vandaag voor een, een, een regeling, een v met Jong uh, En ook een uitspraak van de rechter die eigenlijk aangeeft: dit is misschien wel te zwaar. Dus doe een stapje terug. Mm -hmm. En aan de andere kant uh, is er twee weken geleden een, een PBL-rapport gekomen. En dat PBL-rapport heeft eigenlijk als conclusie uh, dat het mestbeleid niet effectief genoeg is. En dat er nog verdere aanscherping nodig is. Dus het een wil scherper. En het andere wil, wil die kant op. Nou, en wat we dus met de petitie vooral hebben geprobeerd uh, aan te geven, uh -huh. is dat eigenlijk die, die conclusie: het mesbeleid is niet effectief uh -huh. uh, Dit Het wordt eigenlijk getrokken op basis van uh, rapportages over waterkwaliteit. Nou, en we hebben gewoon de, de achtergronden van die rapportage hebben vooral te maken met normstellingen. Uh -huh. We hebben een petitie aangeboden waaruit blijkt dat eigenlijk de, de norm voor natuurgebieden op diverse plaatsen veel hoger is gesteld. En daar kun je dus veel gemakkelijker aan voldoen dan de norm in landbouwgebieden. En we hebben ook het contrast uh, ingekleurd hoe dat eigenlijk zit in verhouding tot, uh, tot België. En, en ook in Duitsland. En ja, welke lijnen je daaruit kunt halen. En we hebben de Tweede Kamer opgeroepen om uh, een helder standpunt in te nemen over de, de norm voor waterkwaliteit in Boeren Sloten. Omdat die eigenlijk nog niet. Op dit moment ligt die er nog niet. Waardoor je eigenlijk op voorhand altijd een verkeerde conclusie trekt. Ja, want het PBL inderdaad uh, die pleit voor een uh, aanscherping van het, het misbeleid. Het PBL pleit voor een aanscherping. En wij hebben vooral opgeroepen van ja, uh, die, die conclusie, het is de vraag of die conclusie terecht is. Ja. En dat je vooral een stap terug doet. Ja. En kijkt naar de, de, de feiten ja. over de waterkwaliteit. En met name ook de bijdrage die de landbouw heeft gedaan als bron. Voor stikstof en fosfaat? Ja, want zij, uh, zij uh, verwijzen naar de, de mestfraude, die ja. zij grootschalig noemen. Um, zij baseren zich daarop uh, uh, CBS-cijfers, maar ook op artikelen en sectorsignalen, zoals zij zelf uh, dat noemen. Uh, maar dat is niet wetenschappelijk uh, onderbouwd. Ja, dat uh, was ook een, eigenlijk de kern van het debat wat daarna was uh, rondom waterkwaliteit. Is, was uiteindelijk de kern, laten we eerst even een stap terug doen. En als je kijkt naar mestfraude, was feitelijk de kern. Mooi dat u dit zo zegt, maar een krant is geen feit. Uh, en ga eerst eens terug en onderbouw dit is dus feitelijk. Ja, ja precies. Um, en dat is eigenlijk allemaal tegen de achtergrond om te voorkomen dat het nog een stap verder gaat. Ja, precies. Dat, er nog, nog, dus, dus nog dus verder dat is eigenlijk de hele was. achtergrond van, uh, van het rapport Waterkwaliteit en de petitie. Dat het niet nog een stap verder gaat en daarmee, wat ons betreft, uh, echt uit de bocht gaat vliegen. Ja, is, uh, de, uh, de Vorige keer ook dat ook uh, uh, dat stond ook in relatie tot uh, het rapport wat jullie hebben gemaakt vanuit het Mestafonds uh, dat jullie. Um, Wilde dat het, de invulling van het zesde actieprogramma dat dat uh, zou stoppen, omdat eerst inderdaad en na de onderzoek mogelijk zou zijn. Nu is dat debat inderdaad uitgesteld, heeft weliswaar een andere reden, en dat is met name de uh, prikkel rondom het fosfaatreductieplan. Precies. En dan de uitspraak van de rechter, om die daar even eerst op in te gaan. Um, van Dam heeft aangegeven voor dit weekend met een reactie te komen. Dat heeft hij nog niet gegeven. Uh, als jij kijkt naar die uitspraak, hoe interpreteer jij die dan? Ja, als je, als je, als je kijkt naar de, de uitspraak van de, de rechter... dan is het denk ik goed om uh, nog eens een keer te onderstrepen... dat dit een uitspraak is die is gedaan voor de V-reductieregeling. En wat de rechter eigenlijk heeft gezegd, uh, dat uh, enkele bedrijven buitensporig worden geraakt mm -hmm. door deze uh, reductieregeling. Mm -hmm. Maar eigenlijk is het tweede stukje wat hij zei nog belangrijker. Hij zei, beste staatssecretaris, kabinet, regering... jullie hebben al meerdere keren toegezegd... dat er een knelgevallenregeling zou komen. Yeah. En die knelgevallenregeling is nog steeds niet ingekleurd. Nee. En ik ga in ieder geval nu een standpunt innemen... Yeah. dat was letterlijk wat de rechter heeft gedaan... dat deze bedrijven zo buitensporig worden geraakt... Yeah. dat ze in ieder geval uh, in 2017... Uh, hebben deze vijf bedrijven hoeven niet meer te voldoen aan de v-reductieregeling en hij heeft daarmee eigenlijk de contouren geschetst uh, voor de knelgevallenregeling en de staatssecretaris nadrukkelijk opgeroepen kleur nu die knelgevallenregeling in want anders krijg je straks bij de invoering van de wet van zwaatrechten mogelijk een herhaling hiervan. Ja precies dus de neemt eigenlijk een voorsprong op de knelgevallenregeling waar het ministerie maar niet mee komt. Precies. Ja. En okay. uh, de kans dat uh, uh, Vandaam uh, besluit om in hoog beroep te gaan, uh, nou, die is groot, laten we daar maar eerlijk in zijn. Ja, dat heeft hij uh, aangegeven. Uh, um, ja. En dat, dat, dat hoge beroep zal er ook hoogstwaarschijnlijk wel van komen. Maar ik denk dat uh, met name deze, de uitspraak van de rechter erg van belang is om een versnelling te krijgen in de contouren van de knelgevallenregeling. En die is net zo goed van belang voor de regeling voor 17 als voor de regeling voor 18. het ja, feit is dat de rechter geen enkele. Uitspraak heeft gedaan voor de regeling van 18. Hij heeft er eigenlijk allemaal uitspraken gedaan voor de regeling van 17. Momenteel wordt er uh, door de sectorpartijen heel druk overleg uh, gepleegd in Den Haag met het ministerie om te kijken of dat er alternatieven zijn voor het getal waar milkveehouders, uh, zo tegen te hoop lopen. Ja, misschien goed om nog, nog even terug te gaan naar die uitspraak. Ja. Uh, want er zit eigenlijk één groep tussen... Ja. Die, die heel veel aandacht krijgt in die, die uitspraak ja. uh, van de rechter. En dat is eigenlijk de groep van onomkeerbare financieringsverplichtingen. Ja. En waarom is die zo interessant? Uh, in de brieven van uh, de eerdere staatssecretaris van Dijksma... en later mm -hmm. ook van Dam... wordt uh, de wet van nadrukkelijk ingegaan... Op het issue onomkeerbare financieringsverplichtingen. Dus daar wordt het letterlijk in genoemd. Mm -hmm. ja, en voor het V-reductieplan wordt die niet genoemd. Mm. Dus daarom krijgen die bedrijven extra aandacht en de kans dat de bedrijven die gewoon grote onomkeerbare financieringsverplichtingen voor grond of stallen zijn aangegaan, mm -hmm. um, dat, uh, men, he, dat de uitspraak met name voor hun uh, van belang is, um, ja, die, die kunnen we ondertussen wel enigszins onderstrepen. En we merken ook dat vooral die bedrijven bij ons reageren. Ja. He, en tegelijk uh, ja, zien we ook dat de grote lijn van het veereductieplan: mm -hmm. um, ja, dat er al hele grote stappen in zijn gezet. Mm -hmm. He, dus je ziet ook dat de sector uh, eigenlijk en masse probeert om uh, de solidariteit uh, te behouden. Mm -hmm. Um, en juist erin te houden, omdat we uh, ja, best goed op schema liggen. Precies, om het en doel het, te realiseren. En, ja. we, en we willen ook allemaal met elkaar dat het doel wordt gerealiseerd: het binnenhalen en, van de derogatie, precies, ja. Precies, en in het perspectief van waar we hier vanmiddag mee begonnen, een, een PBL-rapport wat naar een verdere verzwaring wil, mm -hmm. is er ook uh, erg veel belang om in ieder geval dit stukje overeind te houden. Ja. Helder. Wil ik toch nu even naar het jongvechtal nee, en uh, de alternatieven die daarvoor zijn. Ja. Uh, ik begrijp dat, dat die er wel zijn, maar dat het ook heel lastig is. Kun je eerst een, een korte opzomming doen van uh, die alternatieven? Ja, de, de, kijk de, ik denk dat het goed is om één stap terug te gaan en dan een andere stap vooruit. Uh, de vee-reductieregeling is in de basis een regeling die uh, uh, eind 2016 is ontstaan voor melkleverende bedrijven. Mm -hmm. En ter voorkoming dat melkleverende bedrijven iets met andere bedrijven zouden doen, mm -hmm. is in eerste instantie nagedacht over doodslacht en exportverklaring. Dat was een mooie redenatie, maar naast export is er ook import. Precies, en dat voorkom je daar niet mee. En dat voorkom je daar mm -hmm. niet mee. En daarom is begin uh, december, uh, of je dat nu goed vindt of niet goed vindt, maar dat was de motivatie om begin december ook niet melkleverende bedrijven in de regeling te trekken. Ja is dus dat zou een die, alternatief die, die, kunnen die, die, zijn? Nou om nee, die, die gedachtegang we... ja. voor niet-melkleverende bedrijven... ja, die is uiteindelijk een mooie gedachtegang. Maar daarmee was de schade voor die bedrijven zo groot... Ja. dat begin april de staatssecretaris die er weer uit heeft gehaald. Mm -hmm. Nou, en nu ligt feitelijk er een, een open mond... en daar moet een pleister op geplakt worden om dat op te lossen. En de pleister die er in eerste instantie op is geplakt... is het jongvegetaal. Mm -hmm. En dat jongvegetaal, daar zitten net zoveel dus weer aan als dat het iets goed is. Mm -hmm. Ik denk dat die grote lijn is wel van belang. Hoe voorkom je nu uh, dat uiteindelijk de goede melkveehouders of de melkveehouders die de regeling volgen het super doen? Mm -hmm. Dat enkele melkveehouders eigenlijk beginnen onder de regeling uh, uit te kruipen, waardoor je als heel Nederland het met elkaar niet haalt. Ja. Dat is de achtergrond van het jongvegetaal. Mm -hmm. nou, we hebben dat vorige week ook al aangegeven. Dat jongvegetaal, daar zitten enkele zeer schadelijke keerzijden zijn. Ja. Juist voor bedrijven die een heel mooi... natuurlijk patroon in hun veestapel hadden... en het jongvee zouden afbouwen. Nou, wat zijn de alternatieven? Laten we ze gewoon even balans gaan. Dan doe ik het kort. De doodslag en exportverklaring... terughalen is een alternatief. Mm -hmm. Maar niet voor niks is die eerder al doorgestreept. Nee. Dus feitelijk is dat alternatief niet. Okay. Wat is een tweede alternatief? Een tweede alternatief is... dat je niet alleen kijkt naar 28 april... Mm -hmm. maar naar meerdere teldatums. Nou, dat is mooi bedacht... Maar zitten net zoveel pijnlijke kanten aan. Want als je verder teruggaat, wordt het hoogstwaarschijnlijk nog pijnlijker. Dus het is een alternatief, meerdere teldatums, maar ik denk dat die afvallen. Oké. Okay. Nou, derde alternatief is dat je met vaste forfait gaat werken. Mm -hmm. Dus dat je eigenlijk uh, alle melkveehouders een bepaalde verhouding jongvee koeien op mm -hmm. gaat leggen. Mm -hmm. En daarmee tref je vooral die bedrijven die nu of al langer. Hun jongvee ergens anders hebben te staan. En dat maakt het vaste forfait mm -hmm. uh, ook niet echt een handig vertrekpunt. Nou, dan, ja, blijft, dan blijft de laatste over. Ja. En de laatste is eigenlijk het huidige jongvegetaal als vertrekpunt nemen, ja. maar daar marges aan toevoegen. Okay. En die marges, die zou je toe kunnen voegen vanuit het natuurlijk verloop van de veestapel. Dus dat je uh, een, een, een afwijking van X percentage, dat je die wel toestaat. Mm -hmm. En daarmee los je wel heel veel op. Want dat harde, scherpe getal ja. van één kilometer te snel, zeg maar, en je bent fout, mm -hmm. dat doet heel veel pijn. Mm -hmm. Maar als je daar, daar, daar wat ruimte aan toevoegt, dan vallen eigenlijk heel veel bedrijven er wel weer binnen. Dus hoogstwaarschijnlijk Is wordt dat het meest... alternatief, mm -hmm. uh, het jongvegetaal uh, Met marges eromheen. En dat wordt op dit moment uh, nader uitgewerkt. Ja. Nou, en wij wakkeren eigenlijk vanuit de VLB en ook ACONAVM nadrukkelijk toe. Dat er een aanpassing komt. Want het harde, scherpe jongvegetaal. ja, dat, dat heeft gewoon veel schadelijke knelpunten. En wat we veel belangrijker vinden. is dat het de, de regelgeving bereidheid heel erg ondermijnt. Ja, en begrijp ik. dat is nu net wat je op dit moment. met een kamer die mogelijk nog naar scherpere lijnen wil. Mm -hmm. helemaal niet moet hebben. Ja, helder. Dankjewel je uh, Lubbert. Oké. Okay. Dit was Boerenbusiness TV met Lubbert van Dillen. Bedankt voor het kijken.